plane. Theo Komen. Kan het toch mooi zijn, hè? Wat kan het toch geweldig zijn? Hij heeft nog altijd de voorsprong, Peter Winnen. Maar niet alleen zomaar de voorsprong. De voorsprong is plotseling uitgebouwd tot 31 seconden. Walter Grootevloot gaat naast hem rijden, gaat de moed inspreken. En zojuist krijgt ik denk, Robert Alban een waarschuwing. Omdat hij geduwd werd door het publiek en nog een keer geduwd werd. En zich niet duwen. Maar Robert Alban is weg. Nee, hij is niet weg. Robert Alban heeft nu naast zich Lucien van Impen. En ook dacht ik bij Narido. Helemaal zeker ben ik er niet van. Maar misschien dat Evert de Napel meer zegt of heeft Evert. Zo is het, Theo. Bernard Hinault heeft toch weer gas gegeven. Hij is in de buurt gekomen van Lucien van Impen. Hij zit aan het wiel van Impen. En ook Robert Alban is daarbij. Dit drietal. Ze gaan nu samen op jacht naar betere winnen. Want Hinault, hij is naar voren geschreeuwd. Hij is naar voren geduwd door de Fransen. Die van deze 14 juillet hun nationale feestdag willen maken. Het is natuurlijk al hun feestdag, maar ze willen het helemaal tot een groot festijn hier op de Alpe d'Huez laten komen. Bernard Hinault nu aangehaakt bij het wiel van Robert Alban en bij de bergkoning Lucien van Impen. Daar gaan ze met z'n drieën. En ik zie nu in de verte, terwijl ik bovenop het dak van de wagen van Hans van der Schoot ben geklommen, zie ik ook Peter Winnen. En Bernard Hinault, hij loopt weg. Hij probeert weg te lopen van het drietal. Het lukt hem toch niet. Weer een demarrage van Impen. Gepareerd door Robert Alban. Hinault nu weer in derde positie. En ver daarvoor, een meter of 50, 60 schat ik, zie ik het rossige hoofdje van Peter Winnen. Zal hij het redden, Peter Winnen? Zal hij het redden, Theo? Voorlopig kunnen we er nog weinig voor zeggen. Hij heeft nog een 2,5 kilometer, 3 kilometer te klimmen. De laatste 2 kilometer zijn niet zo steil. Dus als hij nu nog een 500, 600 meter goed kan doorgaan, dan durf ik er bijna op te gokken. Maar het is toch te gek natuurlijk, hè, dat zijn jonge debutant van 23 jaar moet knokken tegen drie van die geweldige figuren. Robert Alban, Lucien van Impen, de koning en Bernard Hinault. En u hoort misschien in de microfoon al die Nederlanders klappen en juichen. Want ze kijken er op, ze weten niet wat ze zien. En Peter Winnen, die gaat inderdaad nog altijd voorop. En het is meer dan 50 meter hoor, even. Het is zeker 100 tot 150 meter. En dat betekent op een berg toch heel wat. Tot zeker een halve minuut heeft hij die voorsprong nog altijd. Hij gaat wat moeilijker. Hij moet af en toe op de pedalen gaan staan. Hij gaat stampen. Hij gaat schokschoteren zoals dat heet. Maar het neemt niet weg dat wij nu Alpe d'Huez binnen gaan. Daar is het bord van Alpe d'Huez. Dat betekent volgens mij nog 1,5 kilometer of daar het net. Peter, wat ga je doen? Peter, wat ga je doen? Ik hoop dat we straks de uitlaat kunnen geven. Van Peter Winnen, nog 500 meter. Hij gaat nu onder het doek door, waarop staat nog 500 meter naar het punt van de bergvlees, waar de punten verdiend worden. Wel, dat punt ligt op de streep, nog 500 meter voor Peter Winnen. Dan moet hij zo ongeveer straks in de verte om die bocht komen verschijnen. Dan zullen we hem hier, vergezeld van al die Nederlanders, natuurlijk naar boven toe juichen. Want dit is een ongekende prestatie. Die berg, die Alpe d'Huez, die 1860 meter hoge Alp, die zo vaak een Nederlandse berg is genoemd vanwege de successen van Henny Kuiper met name en van de successen van Joop Zoetemelk hier. Die zal dan vandaag wellicht opnieuw een Nederlandse berg blijken te zijn. Als daar voor de vele Fransen volslagen onbekende Peter Winnen als eerste naar boven kwam. Peter Winnen, die in deze ronde van Frankrijk heeft bewezen niet alleen een goed klimmer te zijn, maar een complete renner te zijn. Want hij heeft zich ook zeer goed gemanifesteerd in de tijdritten die we tot nu toe hebben gehad. En ik meen me te herinneren dat een half uurtje geleden Fred Rakever uit de studio al wist te melden dat deze Peter Winnen wellicht een toekomstige Tour de France winnaar zou kunnen zijn. Wel, ik ben het volstrekt met Fred heen. Dat is zeker het geval. Deze Peter Winnen die is nog erg jong. Hij moet natuurlijk nog groeien. Hij moet nog veel leren, maar hij bewijst een compleet wielrenner te zijn. Hij bewijst de man te zijn die te zijner tijd de Ronde van Frankrijk op zijn naam kan schrijven. Peter Winnen nog altijd alleen aan de leiding, terwijl hij daar een bocht om gaat. En dan kan het niet lang meer duren. Althans, het kan niet langer dan seconden duren of ik moet hem in mijn gezichtsveld krijgen hier. Die laatste 2,5 meter Peter Winnen. En ik herinner mij nog dat ik hier jaren geleden stond en dat ik ook uitkeek daar naar beneden naar die laatste bocht van Joop Zoetemelk toen omheen moest komen en toen Joop Zoetemelk ten val kwam. Wellicht herinnert u zich ook nog die valpartij van Joop Zoetemelk in die laatste bocht. Dat zijn allemaal dingen die mogelijk zijn in de wielersport, die kunnen blijven gebeuren. Daarom, je hebt nooit een etappe gewonnen alvorens je al het eerst over de streep bent gegaan. En dat is met Peter Winnen nog steeds niet het geval. Peter Winnen, ik moet hem nu zien komen. Ja, daar komt hij aan. Peter Winnen, om de bocht nu. De laatste 200 meter. En dat gaat betekenen dat er nu eigenlijk niks meer kapot gaat gaan. Peter Winnen wordt de winnaar van deze koninginrit in de Alpen. Deze fantastische rit die Peter Winnen in een fantastische stijl heeft gedaan. Zeer goed heeft gedaan. Hij komt mee op de eerste bel. Oh, dan komen die andere drie ook al om de bocht. Maar ze gaan hem niet meer inhalen, toch zeker? Wat gaan we nou beleven? Peter, ga door, jongen. Ga door.
Want dan komen we eraan. Alban en Inmo en Van Impen. Maar hier is Peter Winnen. Nee, hij gaat het niet meer verliezen. Het verschil zal erg klein zijn. Maar Peter Winnen is de overwinnaar van deze etappe. Hij gaat nu over de streep. Handen in de lucht. En dan wordt het Bernard Hinault. Bernard Hinault die zich losbakt voor het andere drietal. Bernard Hinault wordt hier tweede met een achterstand van 8 seconden. Lucien Van Impen wordt derde op 11 seconden. En Roger Albin wordt vierde op 14 seconden. Dat is het resultaat van deze etappe. Een fantastische etappe. Ik zeg het nog maar eens, de winnaar. Hij heet Peter Winnen. De jongen die wist natuurlijk niet wat er gebeurde. Hij moest door zoveel mensen heen rijden. Dat heeft hij nog nooit eerder gepresteerd. Misschien heb ik contact met Gerard Kool die bij Peter Winnen is.